De makkelijkste manier om rijkdom te brengen naar een gebied is via onderwijs. Panelid Bisay Alida zei tijdens een openbare discussieavond in het district Brokopondo dat dit ook het streven is van de VN-organisatie UNICEF. Zolang de scholing goed is, zijn bijkans alleen de instituten van de overheid en zijn organen nodig om verder te kunnen. Volgens Alida heeft UNICEF altijd het probleem van scholing aangekaart. Nummer 1, gebiedontwikkeling op het district Brokopondo, onderwijs. En neem dan hier 10, zet het toe dat hij onderwijs. En dan waren we tot dat je mooi, maar dit toe dat hij Abraham onderwijs. Die tweede was, ja, medische zorg. Medische zorg, meer dan je toe. En tegenstelling tot wat lang de taal is rekt aan Isana. Brokopondo naar je produceren functie weinig. Wat is ongeveer de 12.000 Samaria district. En als je kijkt naar wat het hier wordt geproduceerd, zou het genoeg moeten zijn om Brokopondo te verzorgen. Maar we zien dat Brokopondo toch basismiddelen mist. Hoe zien de paneleden dat aspect van decentralisatie van het bestuur? Lokale bewoners gaven na het aanhoren van de diverse sprekers aan welke veranderingen ze graag willen zien. Te veel kinderen gaan helaas nog niet naar school. En een situatie dat die op naar Brokopondo om durf voor charing kon ter discussie. En op te veel plekken is de kwaliteit van het onderwijs niet wat het wezen moet. Usabi, de leerkrachten bij Konatapsi, dat is momenteel Bosland achter. Maar Semskoro zei Abja, na Semskoro dan ben ik een foto van 10 bij een lagere school, Pio. Maar dat zei de, wat verschil moest de, naar de leerkrachten. Om de man die zich making, waarschijnlijk Utranga, maar kan er niet trouwen. Dus om ons microfoon te hebben, punt die zie. Om ons naar school en dan met de ouders, met name de man en de taxo, ik moet begrijpen om dat in een discussie. Om nom liep de vrouw naar de juwa. A vrouw was normaal lukken de ching en zou ze dan naar Brokopondo, no. Quick money de in, snel make money. Gregory Rusland gaf tijdens de vragenronde aan dat ervoor gezorgd moet worden dat iedere Surinamer dezelfde mogelijkheid moet krijgen om zichzelf te ontwikkelen.